We gaan overschakelen naar Mike Staring. Heel veel mensen zitten op dit moment te wachten dat dat weer gaat gebeuren. En ik ben benieuwd, we gaan nu overschakelen waar Mike is op Hallo? Dit moment. Oeh, spannend. Ja, dag Mike, waar ben je nu? Nou, zoals je ziet sta ik naast Jeffrey, Jeffrey Wammers. Zal ik hem je gelijk geven anders? Oh ja, graag. Ja, want ik bewonder hem enorm. Graag. Ja, ja. Geef ben hem ook bij hem thuis trouwens. Maar goed, ik geef je Jeffrey. Komt u aan. Het is Margreet. Leuke woning ook hoor. Oh. Hallo. Hallo, dag Jeffrey. Je spreekt met Margreet Dolman. Hallo. Wat leuk dat Mike bij jou is. Want ik heb jou ook gevolgd tijdens de wereldkampioenschappen turnen in Tokio. Ja. Heb ik midden in de nacht naar de televisie gekeken. En ik vond het prachtig. Ja, ik vond dat dankjewel. Je het zo... Ja, je deed het zo goed. Het was ook wel spannend. Was het niet spannend? Sorry? Ja, het was heel spannend. Ja, toch wel een week waarin veel in is gebeurd. Maar ja, uiteindelijk toch wel tevreden over hoe het is gegaan als ik terugkijk. Je mag zeker tevreden zijn hoor. Nou, Jeffrey, ga fijn met Mike praten. En ik heb het trouwens ook aangemeld op Facebook. Als Facebook-vriend van jou. Oké, heb ik me aangemeld. Dat ga ik wel eventjes toevoegen. Ja, graag. Nou, okay. Veel succes. Mag ik Mike nog eventjes? Ja, dan kan ik hem ook nog. Doei. Ja. Dag schatje, dag. Margreet? Lieve jongen. Ja, ik heb me aangemeld voor Facebook bij hem als Facebook-vriend. Oh, oké. Okay. Ja, hij zou het toevoegen. Goed. Nou, ga lekker met hem Dankjewel. Praten en succes ermee. Dag Margreet. Dag. Want Jeffrey, hoe staat het er nu voor? Achtste geworden in Tokio. Ja. En hoe nu verder? Ja, het lastige was zeg maar dat ik me van tevoren al gelijk op de allround had gericht. En de beste plek om een ticket te verdienen voor de Olympische Spelen is in januari. Want dat is tijdens het test-event worden de allround plekken weggegeven. Ja. En in Tokio werden alleen maar de plekken weggegeven per toestel. Dus dan moest je echt een medaille winnen waar je direct naar de Olympische Spelen. Dus dat was al sowieso een hele moeilijke opgave. Nou, ik zat wel in de finale en ik moest gewoon wel wat risico nemen. En dat ging niet helemaal goed. Ja, aan de ene kant kan je natuurlijk wel heel erg balen, maar aan de andere kant, ja, als je van tevoren weet je dat je een risico gaat lopen, dan kan het natuurlijk goed of fout gaan. Want als je dat risico niet genomen had, denk je dan dat je hoger geëindigd was? Nou, ik was wel sowieso hoger geëindigd, maar niet bij de top 3. Daar was de moeilijkheid dan te laag voor, want het gaat in turnen om moeilijkheid, maar ook om de uitvoering. Ja. En mijn moeilijkheid was dan te laag geweest, dus dan had ik zeg maar 65 geworden. Dus dan uiteindelijk betekent dat nog steeds hetzelfde. Want ik had echt brons moeten winnen, wou ik direct naar de Olympische Spelen. Ja, en die worden in 2012 gehouden in Londen. Ja. Januari kan je weer kwalificeren. Hoe druk ben je daar weer bezig op dit moment? Ja, heel erg. Het rare is dat normaal na een WK heb je eventjes een rustperiode. En dan doe je vaak wat meer demonstraties en ja, toch weer wat meer tijd aan school besteden en dat soort dingen. En nu was het eigenlijk een weekje wat rustiger aan en daarna direct door volop in training. En dat was wel eventjes wennen. En ook voor mijn lichaam is dat natuurlijk wel heel, heel zwaar. Maar ik probeer het goed vol te houden en ik probeer zo goed mogelijk aan de start te verschijnen in januari. Het is natuurlijk nog wel een dingetje, omdat Epke Zonderland zeg maar ook fout is gegaan in de finale. Ja. Wie is daardoor, beter? Jij of Epke? Ja, we hebben gewoon onze verschillende toestellen. Dus wat dat betreft, hij is heel goed op rek en brug. En ik richt me wat meer op voor een sprong. Dus we hoeven elkaar in principe niet in de weg te zitten. Maar dat gaat nu eigenlijk wel een beetje gebeuren. Dat Nederland krijgt maar één ticket te verdelen. Yeah. Maar wij allebei gaan naar het test-event toe. Dus het wordt één van ons twee die gaat. Dus dat wordt wel een pittige strijd, zeg maar. Maar als ik dan ga, dan... dat lijkt me natuurlijk super mooi. Ik bedoel... Daar doe je het voor de Olympische Spelen. Dat is het hoogste haalbare voor een topsporter, vind ik dan. Is het moeilijk om een topsporter te zijn in Nederland? Waarom? Ja, het is gewoon een heel klein land wat dat betreft. Het is gewoon ook sowieso moeilijk om sponsors te vinden. Want niet alles wordt betaald door de Turnbond, hè? Of nee, ja, in principe niks. Ik heb wel A-status bij NEC-NSF. Mm-hmm. Als je bij de beste 8 van de wereld... heb gezeten, dan krijg je dat. En die moet je ook elk jaar weer verlengen. Dus elk jaar moet je wel laten zien dat je nog steeds bij die top 8 hoort.
Dat is eigenlijk ook een beetje een onzeker bestaan. Ja, en daarnaast moet je alles financieren door sponsors en dat soort dingen. Ja. Wat dat betreft is het wel moeilijk. Muziek, film, uitgaan. Ja, eigenlijk al die dingen. Nou, ik ga ook graag naar de Zwaluwen toe. Gewoon naar de sauna. Gewoon één keertje per maand of wat dan ook. Ja, dat is ook natuurlijk gewoon wel ultieme ontspanning. Ja, en verder televisie kijken, series. Ben ik gewoon fan van. Dus dat soort dingen. Ja, gewoon heel Waar normaal. Kijk je dan naar? Ja, echt van alles. Grey's Anatomy of Vampire Diaries. Ja, noem het maar op. Oh, je bent al die ook zo'n True Blood verslaafde? Ja, niet? Dat op zich niet. Eigenlijk alleen die serie. Maar verder, ja? Ik volg eigenlijk bijna wel alles. Ja. Wat vind je leuk aan die slecht. Serie dan? ja, gewoon alles. Steekt er een soort vampiertje in jouzelf? Nee, dat valt wel mee op zich. Maar het is wel leuk om te zien wat het slechte, zeg maar. Ja. Wat je dan zelf niet kan zijn. Ja, want je moet nu heel netjes leven, inderdaad. Ja. Stel nou dat je heel iets anders was. Wat zou je graag willen doen, wat je nu moet laten? Weet ik niet. Ja, ik denk dat ik als ik uit wil gaan, dan ga ik ook gewoon uit. Ja, wat ik zeg, ik beslis gewoon wel wanneer ik dat dan wel doe en niet. Maar ja, ik kies er ook zeker voor om gewoon wel leuke dingen te doen. Dus op zich denk ik niet dat ik nu echt iets speciaals moet laten voor het turnen. Ja, ik bedoel, ik heb nog nooit met drugs of zo geëxperimenteerd of wat dan ook. Ja, dat is wel iets wat ik moet laten. Niet dat ik dat graag wil doen, maar... Nee, maar drank moet je neem ik aan ook laten staan. Je hebt een prachtig lijf, zie ik. Nou, daarover gesproken trouwens, als ik naar je collega's kijk, naar Epke en naar Juri. Ja. Die zie ik vaak wel met ontbloot bovenlijf. Dat zou ik ook doen als ik dat lichaam zou hebben. En als ik jouw lichaam zou hebben, zou ik dat... Maar ik zie je altijd met shirtjes aan. Nou, ik weet niet, dat valt wel mee hoor. In nee, training, ik zie dat. Ja, oké. Okay. Nee, maar in training moet ik zeggen, ik train eigenlijk altijd zonder shirt. Ja. Dus misschien warming up en zo, dan ben je... ingepakt, heb 3 truien aan en dan steeds na elk rondje doe je wat meer uit. En op een gegeven moment eigenlijk alleen een kort broekje om in te trainen, dat is gewoon het fijnst. Ja. Ook als je begint gaat zweten en dat soort dingen. Dus, maar in de wedstrijd mag dat helaas niet, dus dan moet je een pakje aan. Maar ik train eigenlijk ook wel zonder shirt. Maar het valt inderdaad wel op dat je, als je hun op tv ziet, dat je dat altijd ziet. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja. En wat is nou het mooiste aan je lichaam? ik weet niet, misschien mijn armen dan of zo, wat mensen vaak zeggen, ja. Maar wat vind je daar mooi aan? Of wat zeggen mensen over jouw armen dan? Ja, wat zeggen ze? Wat vind je zelf? Nederland is natuurlijk wel een land waar ze wat minder goed, denk ik, op uiterlijk vaak letten. Ik bedoel, als je naar Barcelona gaat of zo, daar zie je iedereen van 20 tot aan... mannen van 50 die gewoon goed op hun lichaam letten. Dat scheelt denk ik ook in het weer en zo. En hier is het natuurlijk best wel snel dat mensen zich een beetje laten gaan. Dat ze denken, nou ja, van de zomer hoeven we toch maar 2 dagen ons shirt uit. Dus dat vind ik wel heel jammer. Dat mensen dat daar niet... Misschien dat, ja, dan als er iemand is die een beetje breed is, wordt er denk ik 2 keer zo snel naar gekeken of zo. Ja. Misschien dat ze daar wel vaak zeggen van, oh, ik wil brede armen en dat soort dingen. Achterweer zien we allemaal bekers. Hè? Vorig jaar sportman van het jaar geworden. Ja. Ook een moeilijke vraag misschien. Welke prijs ben je nou het meest trots? Staat hij ertussen? Ik denk dat ik deze 2, zeg maar. Ja, het zijn gewoon die prijzen die we krijgen. Dat stelt op zich niet zo heel veel voor. Het is vaak gewoon een bekertje of een hele kleine medaille. Ja. Maar de waarde daarachter is natuurlijk veel groter. Ja.
En dat waren, is een prijs die ik heb gewonnen. 2 keer eerste plek in New York tijdens een World Cup. Mm-hmm. En dat was ook de eerste Nederlander die 2 keer goud had op een World Cup. Dus dat was wel heel erg mooi. En ja, het toernooi zelf was ook gewoon heel erg leuk. En ja, super, gewoon super gaaf, zeg maar. Het is niet altijd als je naar een toernooi gaat dat het even leuk is. Soms gaat het ook echt gewoon om het evenement. En dan is het gewoon best wel pittig als je daar bent. Maar dat was ook gewoon een heel leuk evenement daarbuiten. En dan als je dan ook nog eens wint, ja, dat is natuurlijk dubbel zo leuk. Een zegen. Hè? Ja. Ja, en het was ook een van mijn eerste World Cups. Dus dat, ik denk dat al die dingen bij elkaar of zo. Dit vind ik ook wel een mooie foto. Is dat uit de bewuste serie? Dat deze? Is uit de Lomo, inderdaad, ja. Ja. De kofferfoto. Want eigenlijk door dat blad, mag ik dat zo stellen, ben je uit de kast gekomen of niet? Ja, een beetje wel. Want we hadden, waren altijd wel mensen die zeg maar, het wisten of het zeiden. En gewoon, ik denk als je topsporter bent of zo, nou, ik denk in eigenlijk elke tak. Iedereen wil natuurlijk altijd wat te zeggen hebben of een roddel of wat dan ook. Ik denk dat je het beter voor kan zijn en het zelf maar kan vertellen. Yeah. Dus ja, toen was ik eigenlijk met mijn manager Christian. Yeah. Waren we eigenlijk, die kwam Linda geloof ik tegen of iemand van dat blad. En die had het een beetje over en zo is dat idee eigenlijk ontstaan. En ik vond ook wel, ik heb eigenlijk altijd tegen hem gezegd van nou, ik wil het of één keertje een beetje groot vertellen. Yeah. Of anders laat ik het wel voor mezelf. Nou, toen kwam dit voorbij en dat was eigenlijk wel mooi. Maar het is wel heel erg groot uitgepakt. Groter dan ik had verwacht. Want je ouders wisten het nog niet. Die moesten het uit de Linda lezen, toch? Nee, die wisten het wel. De lom. Oh, die wisten het wel. Ja, ze wisten het wel, maar ze wisten niet dat ik in dat blad ging staan. Okay. Dus dat was wel een verrassing voor hun. Ja. Maar ze wisten het toen er niet zo heel erg lang. Maar ik heb nooit eigenlijk gezegd van... Ma, pa, ga eens zitten, dit of dat. Ik heb het nooit echt zo verteld. Het is gewoon een beetje... Er zijn er tijd gekomen, zeg maar. Er zijn maar weinig topsporters die daar openlijk en eerlijk voor uitkomen. Omdat zij dus bang zijn dat ze gepest worden of gediscrimineerd. Ja. Daar heb jij toch helemaal geen last van ondervonden? Nee, helemaal niet, moet ik zeggen. Nee, echt alleen maar positieve reacties en zo. Ik snap wel dat een voetballer of een hockeyer of wat dan ook niet zo snel zou doen. Omdat Hoezo? Dat natuurlijk teams... Waarom? Ja, dat zijn teamsporten. Ja, en? En je hebt natuurlijk altijd wel een paar haantjes of zo daar dan tussen waar diegene dan een beetje bang voor is. En die wil natuurlijk lekker in dat team blijven sporten en zijn ding blijven doen. Ja. En als je dan dat gaat vertellen en bang bent voor de reacties, dat snap ik wel. Maar ik denk dat eigenlijk helemaal niet hoeft, want tegenwoordig is het volgens mij zo normaal. En ja, als je al heel de tijd met hun normaal omgaat en je vertelt het dan zullen hun het wel accepteren, denk ik. Maar als jij zelf dan ook gaat veranderen in je gedrag, ja, dan snap ik wel dat ze dan zoiets hebben van... Ja, blijf wel normaal doen of zo. In januari gaf je al aan, hè, kan je je kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hoe ga je de aankomende maanden tegemoet? Hoe ga je er tegenaan? Ja, vooral gewoon goed trainen. Ja. En het belangrijkste is om fit te blijven. Dus gewoon heel hard trainen, maar toch ook wel kijken waar je rust moet pakken. Dat je jezelf niet overtraint. Ja, het is altijd heel erg moeilijk om naar een wedstrijd toe te leven. Van hoeveel oefeningen doe ik nou? Hoe ga ik mezelf nou fit maken? Maar ik heb nu op zich wel daar wel veel ervaring in. Dus, maar de laatste maanden voor zo'n wedstrijd zijn vaak wel heel erg zwaar, heel erg pittig, ja. Nou, daar ga ik je in ieder geval heel veel succes mee wensen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dan neem ik deze mee, want die kan je dan niet gebruiken. Nee, dat is waar. Dag Jeffrey. Ik ben al in beeld. Wat fijn is het toch, als ik eventjes daar heel snel op mag reageren. Wat fijn is het toch om naar van die enthousiaste, jonge sportlieden te luisteren. De felheid, de passie, die spettert er vanaf. En wat dapper ook, mag ik ook wel even zeggen, dat zo'n sportjongen voor zijn geaardheid uitkomt. Dat zouden meer sportmensen moeten doen. Hè? Gewoon voor je geaardheid uitkomen, zo ben ik. Ook voetballers zouden dat moeten doen.